Donderdag 15 november was het weer tijd voor de jaarlijkse maatschappelijke lunch in de Ridderzaal van het Kasteel. De genodigden waren de maatschappelijke partners van Stichting De Betrokken Spartaan. De gasten genoten eerst van een drankje in de brasserie van Spangen, waarna er tijdens de lunch in de Ridderzaal, verzorgd door het Zadkin College, de status van de maatschappelijke projecten van afgelopen jaar de revue passeerde en de plannen voor 2019 werden getoond aan de oude en nieuwe partners. Ja, het is sowieso belangrijk om maatschappelijke partners te hebben. We zijn in principe een non-profit organisatie, maar die houdt altijd kosten. We werken heel veel met vrijwilligers. Er blijven altijd kosten. Willen wij leuke dingen blijven doen, willen wij mensen kunnen helpen, zullen we altijd gelden beschikbaar moeten blijven. En onze maatschappelijke partners zien dat in en helpen ons op deze manier. Ik heb prima gegeten. Ik ben benieuwd of ik vanmiddag nog wat kan doen na zo'n lekkere lunch. Maar het was gezellig, goed geregeld en jullie hebben het prima neergezet. Sowieso is de lunch door Zadkin verzorgd altijd goed. Tot nu toe zijn al mijn ervaringen goed geweest. Goede leerschool voor de leerlingen, maar zeker ook hele goede aansturing. Ik heb alleen maar goede geluiden gehoord. Ik denk dat de partners ook tevreden waren. Het eten was goed. Ik vond het een ongedwongen sfeer en dat was ook de bedoeling van deze middag. Nou ja, buiten dat eten natuurlijk hartstikke lekker is, ben je natuurlijk voor het maatschappelijke stukje. En ik vind het inderdaad heel belangrijk dat organisaties of stichtingen of bedrijven zich inzetten voor de maatschappij. Op welk vlak dan ook. Ze zijn natuurlijk een voorbeeldfunctie. En Sparta is natuurlijk wel een belangrijk icoon in Spangen. En ik vind dat vooral ook sport mensen verbindt. En ook mensen mee laat participeren in de samenleving. Waar anderen misschien die mensen links laten liggen. Wij DNS vinden het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn. En dat kunnen we hiermee laten zien. En jullie zijn heel actief in de wijken in Schiedam. En in de wijken in Schiedam hebben wij ook verschillende panden in onze beleggingsportefeuille. En wij vinden het mooi dat daar hard aan gewerkt wordt en dat daar goede dingen gebeuren. Maar wie is nou de allerbeste DJ uit de selectie? Er wordt nou graag gekeken. Ja, Mo doet vaak een dappere poging. Wat mij hebben we niet altijd geslaagd, maar... Wat draai je dan zo? Ja, ik draai nogal nummers die de Nederlandse jongens niet echt van houden. Rapmuziek, straatmuziek. Roy, had toen feestjes of dat niet? Nou, ik heb hem een keer gedraaid, maar was geen succes. Bart Vriends en Mohamed Rayou lieten hun gezicht ook nog even zien. Hoe belangrijk is dat om ook die betrokkenheid vanuit het eerste helftal te hebben? Ja, uiteraard zijn zij het gezicht van de club. Zij moeten iedere week op het veld presteren. Daarbij zeg ik ook bij deze gelijk dat deze groep een heel positief beeld geeft. Ze zijn heel erg betrokken, vragen ze voor maatschappelijke doeleinden en ze staan allemaal klaar. Dus daar ben ik heel blij mee.